en welkom bij dag 5 van de Advent of Code. Welkom allemaal. Dag 5 is echt een gigantisch veel tekst. Maar voor mij valt de opdracht uiteindelijk best mee. Denk ik. Allereerst gaan we door op een opdracht die we eerder hebben gemaakt. Dus vandaar dat mijn linkerhelft van mijn pagina niet helemaal links is. Want we gaan weer door op de Instructions Interpreter. Of de int code staat hier volgens mij. There you go. Your existing int code. Oké, grappig. Ga je naar dag 2. Leuk. Het verhaal dat we moeten we verder op de int code. Moeten meer instructies toevoegen. Nu in de buurt van Mars. Mercury. Mercury is geen Mars, Tim. Die andere planeet. moeten twee nieuwe instructies toevoegen. Gaan we gewoon van boven naar beneden. En we lezen hoe ver we zijn. Deze keer ga ik wel lezen. Oké, fixed. Volgens mij moeten we hier dan niks meer mee doen. Net fout hebben, maar we doen alsof. Dus we halen even alle oude code weg. Check. Oude code weg, check. Zo. We hebben redelijk weer oude code. Kijken of ik iets heb gesloopt, van mij niet. Moet gewoon werken toch? Hij werkte, maar ik zei geef een error. Oké, sure, whatever. Ziet eruit alsof het werkt. Wat we moeten doen is op code 3 toevoegen. Dus case nummer 3. Misschien gaan we het anders doen. Vind ik leuk. Takes a single integer's input and saves it to the position given by the owner. For example, the instruction 350 would take the input value and store it at address 50. Oké. Okay. Java input. Ik hou van de scanner methode. Waarom? Omdat ik het niet kan onthouden. Oké. Okay. Check. Integer. Parseer deze string. Int new number. En wat moeten we ermee doen? Opslaan. For example, the instructions 350 would take an input value and store it at address 50. Oké. Int step size is 3. Step size is 1. Dat is niet waar. Oké. Int step size is. Standaard is hij 4. Step size is 4. En hier is hij 2. Step size minus 1. I guess. Goed is, krijg ik nog steeds 665. Ja, hij doet het nog. We hebben een nieuwe ding toegevoegd, maar
en het breekt niet. En dat moet ook, want zover hebben we nog niet veranderd. Wat trouwens interessant is, is waarom 4 niet gezet hoeft te worden. Nice. Result is het nieuwe nummer. Outputs the value of its only parameter. For example, the instructions 450 would output the value. Okay. Case 4. Sout. Left. Niet een hele mooie code, maar whatever. Als het werkt, the programs that use these instructions will come with documented that explain that would you be converted in input output. The program outputs whatever it gets input and halts. Oké, dan testen we dat. Oh, sure. wist ik wel. Whatever. Hoep, hoep. Dat is voor die for loop. Oké. Oké, ik kom nu op punten dat ik denk, oké, ik moet iets anders gaan doen. Want result is hetzelfde als result momenteel. Result is result. Feest. Dat is lelijke code. Let me explain that. Hij verwacht input, dus ik zeg 1. Waar brak hij? Daar, dacht ik al. Oké, we gaan iets. We gaan dingen even fixen. Let's do this. ik ga dit iets omgooien. Eigenlijk, heb ik mijn OP nog? Zeker heb ik mijn OP nog. Maar mijn OP die ging eigenlijk ook, die is niet heel veel beter. Die ging ervan uit dat ik 4 deed. En hier niet. Oké. Ik heb nodig mijn step size. Result kan ik nog eventueel zelf fixen. Dus alleen mijn step size heb ik nodig. Dus ik maak een functie. Public static map of integer en function. Wat krijg ik als input? Ik krijg als input de parse instruction. Misschien is het een by function. Nee. Zeg maar, de instruction is de integer, dat is wat ik krijg. En volgens
quest wat ik heb ik terug. Die in die methode wil ik zo meteen maken. Dus het enige wat ik nodig heb is een integer en dit. Oké. Dat is een by-function. By-function. Ja. Int array en een integer. Dit zijn instruction set is nieuw linked hash map. Oh ja, sorry, my bad, integer. Ik had bijna verwacht dat hier een andere klas voor zou bestaan. Public static the create function set is create function set. Ik kan het ook in een static blok maken, daar niet van. Instruction set put nummer 1. En wat moet 1 gaan doen? Parset instructions, comma, step, andere pijl, return. Oké. Wat ik wil doen is, links en rechts moet sowieso hier weg. Wat ik wil doen is instruction set. Get instruction apply parsed instructions step. En dan kan ik dit hele deel opzij meteren. En dan step size is instruction. Dat is alles wat dit hele deel doet. Nu nog de dit soort blokjes. Dus ik heb het fout gemaakt. Waarom doe ik dit zo shit? Oké, links, rechts. En vervolgens zei hij return 4, want dat is hoeveel argumenten dat ding heeft. En het is plus, dus result. Result is in dit geval was plus 3. Stap plus 3 is left plus right. Check 1. 2 was keer uit mijn hoofd. Was keer. En returned ook 4. 3 die wilt een input. En return 2. Hij wilt een input. Dank je. En zij op nummer 2. Ja.
Step right up. Plus 1 is integer. Parse int scanner new line. Ik smis van mijn errors af op zijn uup. Is het plus 1? Nou, dat is 2 plus 1, ja. En de output. Output was 1. For some reason. Zout. Dat is ook 2. Lijkt het daar fout? Nee, dat lijkt ook goed. Benieuwd wat hij doet. Ondertussen code opruimen werkt fijn. Ik wil 1 en als het goed is krijg ik 1 terug. Ik weet niet waarom ik nu weer zo doet. Oh, wacht. Oké. Ik doe hier mijn input, daar krijg ik mijn output. Om dat even duidelijker te maken. Ik geef input, ik krijg output, out is 1. Ik krijg volgens wat uiteindelijk array is, check. Oké, tweede deel. Ik heb support voor parametermodus. Elke parameter of een instructie is afgehandeld gebaseerd op zijn parametermode. Your ship computer already understands parameter 0, position mode, which causes the parameter to be interpreted as position. If the parameter is 50, its value stored at 50. Oké, dat klopt. Dat is dit stuk. Die parse instructions. Dus als ik 50 krijg, zoek het 50ste stukje op. Oké. Okay. Nu, your ship will need to... Oh shit. In 1. Oké, eerst een methode maken. Public int. Get number based on parameter int parameter. If parameter is gelijk aan 0, else, en ik haal het van om het zo te doen. If parameter is 1, er is geen andere ding momenteel. Programmeer hem niet uit, maar ik zet hem wel neer. Als de parameter 0 is, ik wil de int array parsed instructions parameter int input. Okay. Parameter instructions en input. Oké. Als hij in 1 is, de intermediate is een value. If de parameter is 50, geef 5. Kind, dat is zo makkelijk als maar kan.
Ook dit had trouwens een bijfunctie kunnen worden als het te groot zou worden. Parameter mode are stored in the same value as the instructions opcode. The opcode is a 2-digit number based only on the 1 and 10th digit of the value. That is, the opcode is the rightmost 2 digits of the first value in an instruction. Parameter modes are the single digits one read right to left from the opcode. The first parameters mode is in the hundreds digits. The second parameter is in the thousand digits. And the third mode is in the 10,000 and so on. Any missing modes are zero. For example, consider the program 1000. Okay. Dus we hebben dus als de instructie groter is dan 100 is groter of gelijk aan 100. Oh, ik heb een code gemist. Dammit. Oké, als de instructie groter is dan 100, dan moet ik dingen gaan doen. The first instruction, 1002, 4, 3, 4. It's a multiply instruction. The rightmost digits of 2 are 0, 2. Dat indicate opcode 2. Oké, dus wat ik moet doen is alleen de laatste twee getallen overhouden. Excel. Wat hebben we nog meer? Kijken of ik dit kan. Is 1, 2, 43. Ja, dat is precies wat ik wil. Als de instruction groter is dan die, instruction modulo is 100. Dus ik wil alleen maar de laatste twee getallen. Komt tot neer. Oké. Dan zou ik ook de opcode eruit. Instruction is opcode. Laten we dat ook gewoon noemen zo. Opcode fixed. Daarna komt een 0. Die zit op C. C is de first position mode. Position mode, intermediate mode, position mode. Huh? Of A-mode of de turbo. Oh! Got it. Public static int array mode is eerste parameter, tweede parameter, derde parameter. Als die groter is dan 100, dan gaan we kijken wat is het 100ste getal. Int noemen we dit.
dit. Modecode is opcode. Modecode min opcode. Min is opcode, oké. Okay. Dus nu krijg ik. Misschien wil ik er een string van maken. String opcode is. Modecode string is modecode min. Integer toestand. Nu kan ik namelijk zeggen. Hoe ga ik zeggen of het een 0 of een 1 is? Misschien is het makkelijker toch als niks veranderlijker als een mens. Modecode min is opcode. Ik zal erbij pakken. Voor mij kan ik het weer met modulo namelijk oplossen. Als ik zeg 1111 is mod die 100. Niet modulo. Gedaan is trouwens, hier, kijk, visueel maakt het. Dus nu heb ik 1100. En nu wil ik weten, wat is de derde positie? Oh wacht, ik kan het wel fixen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga het wel string. Had ik al gezegd, niks veranderlijker dan een mens. Een string integer. String parse. Format, sorry, my bad. Procent D. Hoe deed je dit? Java string format. Ik heb het vaker gezocht. 02. Oké. Nu is het altijd 5 digits. Ja, dat is een hack. Ja, dat boeit me niet. Is mode string char. Misschien substring. Smiles, dus 1. Is het de lengte of is het 2? Is 2. Dus. Als ik zeg beginindex 01, dan krijg ik het eerste teken. Integer parse int. Hoppakee. Nu in de for loop. For i. i plus 1. En eigenlijk is dit modus.length. Dus multiply. Okay. Get number based on parameter. Parameter. Static.
parameter. Parameter 1. Oké, ik ga het zo meteen omdraaien. Input. Is dit stukje. Oeh. Dat is mijn input. Of ik nou wil of niet. Parse instructions. Left and right, copy pasta, copy pasta. Oké, nu moet ik deze methode nog even fixen. Een parameter is niet per se 0 of 1. Parameter is mode. Dat is een parameter. Int mode. Hoop dat het werkt. 1. En ik krijg nog steeds oud 1. Zo blij als ik niks veranderd heb en het nog steeds werkt. Ik vind het eigenlijk wel leesbaar als ik er enters tussen zit. Hey shit, Tim. I guess. Dus consider deze input. No pointer. Dat is interessant. Zout opcoat. Opcoat mag ik niet hebben. Dus dan moet ik hebben. Poeh, dat is een goeie. Constructie step. Mag ik jou wel? Step mag ik ook niet. Step natuurlijk. Komt omdat ik hem aanpas hier. Parse instruction int op code is else op code is parse instruction. Is het niet van altijd zo?
final instruction. Battery turn time and cannot be converted to. Wat verwacht je dan van me? Een function? Terug. Terug naar de tijd dat ik ook nog jaar vond. Oké. Okay. Op code F. File. New runtime exception. Zastien. Even kijken, code wat dit doet. Het is op code 2. Op code 2. Die pakt dan die parameter. En slaat hem op in. Maar de derde parameter is al te. Oké. Ik snap dan niet het nut van dat ding. Dus het zegt eigenlijk als modes 2 is gelijk aan ik zie ook weer een fout after mode 2 is gelijk aan 1 als het gelijk is aan 0 sla hem op en anders niet. Dat was mijn fout. Was de input 33? Ah. Funky shit. Want wat hij doet is. Pak het vierde variabel, 33, koel dat keer 3, sla dat op in 4. Oké. Okay. This instruction is multiple. Is written according to the fourth parameter. Which is also worked like it did before. 99 is written to address 4. Overigens. Zout in. Wat een lange opdracht is dit, zeg. Ik ben lang bezig. De parameters dat een instruction will never be. Parameters dat een instruction writes to will never be in intermediate mode. Oké. Finally, some notes. It's important to remember that the instruction pointer should increase by the number of value of instruction after the instruction finish, because a new instruction, this amount is no longer. It's important to remember that the instruction pointer should increase by the number of values in the instruction after the because of the new instruction, this amount is no longer always 4. Okay. Dat heb ik gefixt. Hij zegt dus. Je hebt niet altijd 4 variabelen, dus zorg ervoor dat je soms ook een ander getal springt. Integers can be negative. It's a valid program. Find 100. Okay, sure. The test diagnosis will start by requesting from the user the ID of the system to test running input instruction. Provided 1. The ID for the ship's error
practitioner unit. It will then perform a series of denoting steps confirming that various parts of the in-computer unit are like parameter modes function correctly. For each test, it will run an output instruction indicating how far the result of the test was. Where 0 means the test was successful, non-zero outputs mean that the function is not working correctly. Check the instructions that run before the output. Finally, the program will output a diagnostic code, then immediately halt. This final output isn't an error, an output allowed immediately by a halt means the program finished. If all outputs were 0, expect the diagnostic code, then after providing 1 to the input instructions and passing all the tests, what diagnostic code does the program produce? Okay. Dus ik moet erachter komen, wat is mijn code? Zo simpel is het. Oké. Input. 1. Er gaat nog iets fout. Oké, we gaan even iets anders doen. Blijkbaar is de brandweer ergens in de buurt nodig. Waarschijnlijk weer bij het winkelcentrum. Alweer hier. Instruction is okay. Komma. Instruction punt apply. En de catch exception x. Nu kan ik namelijk dingen doen wanneer er een probleem is. Ik was niet afgeleid door de brandweer die heel dichtbij is. Dit. R en volgens X en printfx. Ik wil weten welke stap ik was. En de opcode. Throw X. Row X. En wel 1 toch? After providing 1. Oké. Okay. 16. Teken 16. De instructie was 1. Dus... substring het werkt niet. Ik dacht zeggen van oh, dan kan ik gewoon het 16e ding zoeken, maar dat is niet hoe het werkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16. Stap 16. Nummer 1. Sst. Telefoon. Ik kan trouwens WhatsApp hebben nog van tevoren uitzetten. Slaat hij de motor mee op? Oké, de eerste input. Ik denk dat ik weet waar het fout gaat. Waarom weet ik nog niet? Oh, ik weet het misschien wel. Misschien doe ik modes en de input string precies verkeerd om. Sorry, 1.
Deze ging goed. Wat hij nu namelijk doet, is hij zet een 0 voor parameter. Oh, oké. Ik denk dat ik hem zo moet laten rennen. Stom van dit. 1. Uit 0, 2, 4, 2, 0, 2, 2, 4, 2. Ik denk dat ik nog steeds iets fout doe. Modes. Ik wil eventjes een test. Ik zie trouwens nu dat hij kan breken op het feit dat hij... Want al zijn outputs moesten 0 zijn, zei hij toch? It will run an output instruction indicate how far the result of the from the expected value. Waar 0 betekent dat de test was succesvol en non-zero betekent dat een functie niet helemaal werkt. Wat doe ik fout? Aan de andere kant 99 kan in dit commando. Dus als ik 1-1-1 doe. Wacht, ik kan dit makkelijker testen. 1, 2, 3. Voor mij zit er geen logica achter momenteel. Hoop ik. De opt-code is 99, dus sowieso zou dat kloppen. Kan het goed doorgaan. 3, 2, 1. Want A, dat is het eerste karakter. Dat is de derde parameter. Dus dat is 1. Oké, dat klopt wel. Dus ik doe niks fout in de modes. Dat is ook niet meer. Dit is ook niet meer interessant. Wat gaat daarin? Hij crasht niet. Maar geeft wel een non-zero. Wat ik vervelend vind. 204, 224, 224. Oké, elke keer alles nalopen. Ik denk namelijk dat dit het. Dat is een. Eetje raar. Oh, wacht, hier. Ze zeggen wel dat het niet zo is. Maar wat nou als het wel zo is? Oh.
Oh. Ik vergeet hem hier ook. Dat is wanneer die een waarde niet moet opslaan. Het verandert niks. Zeg maar wanneer A1 is. Want wanneer het derde dingetje stond hier ergens, dan snapt hij het niet helemaal. Hier, de parameter dat instructions write to will never be in intermediate mode. Te zeggen. Ik heb dus haast geen tijd. Waarom is het? Waarom doe ik het fout? We kunnen het ook gaan proberen. Kijken wat het is. That's not the right answer, it's too low. If you're stuck, there's also some general tips on the about page, subreddit. Oké. Waar zitten we vast? SQL is een program language. God damn it. Hebben we een normale programmeur die niet in een gibberish taal praat? Gefeliciteerd. Input, output. Jump if true, jump if fall. Oké. Blijkbaar zijn er nog meer dingen die niet helemaal geweldig zijn. Waarom is dit ook zwart? Jemig, jongens. Dank je. Het is nog steeds niet leesbaar. Waarom zijn er geen kleuren op Git? is value mode 1? Anders. En dan is het alleen IC. Oké. Dat is wat toe. Blijkbaar maakt het mij die check die ik daar doe niet uit. Output. Oké. Wordt het een tweede faal deze week? Want ik heb er één gefixt. Waar gaat dit fout? Oké. Nog één keer goed lezen. Tim, return to reg 5. Dat was vorig jaar mijn probleem. Het is belangrijk dat de number of values in de amount is no longer always 4. Heb ik gedaan. Integers can be negative. Prima. Dat hoef ik me niet. De test die ik wil program wil start by requesting from the user the ID of the system to test the running input instruction provided 1. The ID of the ship's air conduit unit. It will then perform a series of diagnostics. Moet ik nog steeds die stomme 112 onzin toevoegen? Nee, toch? Daar was iets stoms mee. Here, before rerunning the code, replace one met dingetje. Voor mij staat daar helemaal niks meer over. Dat betekent niet dat ik het niet moet doen. Het zou best kunnen. 225 komt in de buurt van dingen die ik aan het doen ben. Wat is 3 ook alweer?
previous inputs. Ik kan het proberen. Het kan zeker geen kwaad om dit te proberen. Thanks, Tim van het verleden. Wat was het? Replace the first position met 12 en replace position 2 met de value 2. Wie weet. 1. Nee, dat werkt niet. Heb ik nou een error op een plek waar ik het niet verwacht? Oh, ik heb opcode 0. Oké, nee, dan klopt het op zijn minst niet. Dus deze onzin scheen niet te boeien. Modes 0 is 0 vraagteken. Als die 0 is, dan wil ik de parsed. Daar. En anders is het alleen die. En ik zei anders. Check. Left. Heel simpel, ik wil van deze methode af. Het is altijd fijn als je een typo copy paste. +2, +2, 1. Eigenlijk is het gewoon left. Dan doe ik het moeilijk. De input is 1. Het heeft niks veranderd. Damn it. Dus hij begint met een input, die slaat hij op vakje 225. Daarna doet hij een plus met het vakje 225 en 6. En slaat het op in 6. Daarna verandert hij mode. Wat is de initial mode? Is dat bekend? Misschien gaat daar heel gewoon fout. Nou, je shipcomputer wil als er niet de handle parameters in mode 1. Parameters mode are stored in the same value as the parameters mode are single digit, 1, dan. The first parameter mode is 100, dit is any missing modes are 0. Sure.
Anniversary instructions. Oké. Voor mij had ik ook nog hier van Kerstmail 2, meneer Koen, iets gevonden. Wat heb jij gedaan? Instruction pointer. Waar zet je hem ooit? Wacht, is het alleen voor de eerste? Wordt de mode daarna gereset? Wait a minute. Wait a minute. Is dat gewoon mijn hele fout? God damn it. For modes. Modes. E is 0. For E is mode. Was dat het? Gefeliciteerd, Tim. Je hebt het opgelost. Op naar deel 2. De airconditioning komt online. De koude lucht voelt goed voor een tijdje. Maar dan testalarms. Maar dan de testalarm gaan af. Sinds de airconditioner kan, can't vent its heat anywhere but back into the spacecraft. It is actually making the airship warmer. Oké. In plaats van, je moet kijken of de test to extend the thermal radiators. Oh, wat leuk. Gelukkig, de diagnostische programma is already equipped for this. Unfortunately, your incode is not. Ah, kijk. We krijgen nieuwe codes. Your computer is only missing a few opcodes. 5, zelfs 7, 8. If the first parameter is non-zero, it sets the instruction pointer to the failure from the second parameter. Otherwise, it does nothing. Jump if a false. Is 0. Oké. 7. 7 is less than. This is the first parameter. Like one structure is we need a support parameter mode as described above. Oké. It gets an instruction. It sets the instruction pointer to the value from the second parameter. Letterlijk jumpen. Dat is nog geleden dat ik dat soort code heb gezien. Het klinkt heel Apollo, maar... 5. Jump if. True. We waren pas een uur bezig, Tim. If the value is non-zero. Dus als de eerste dingetje, dus left. If left is, is niet 0. Sets the instruction pointer to the value from the second parameter. Dus wat ik moet doen is return step second parameter. Right. Wacht, zo maak je right. Zo maak je right. Als links niet gelijk is aan 0, doe dan
Sets the instruction pointer to the value. Oké. Okay. Dus momenteel zit ik op, zeg ik, zit op stap 10. Dan wil ik dat rechts min 10. Want ik kan alleen maar plus gaan. Dus ik, mijn code die gaat 6 omhoog, 7 omhoog, 8 omhoog. En op deze manier gaat hij zoveel als hij wilt omhoog, min de plek waar we nu zijn. Dus zet hem naar de plek waar we heen moeten. Jump if false. Nummer zas. Zas is gewoon omgekeerd 5 volgens mij. Kan aan mij liggen. Misschien ook niet. If the first parameter is 0, it sets the jumper precision to the second parameter. Otherwise it does nothing. Zeven. If the first parameter is less than the second parameter, it stores 1 in the position by the third parameter. Otherwise, it stores 0. Nice. Zeven. Als links is kleiner dan less than right. Doe iets. Oké. Int result. Result is. Hoppakee. 1 of 0. En sla dat op in. Whatever we waren met. Plus daar. Waar ben je enter kwijt? Oké, dat is 7. En 8. Surprise to no one. Is equals. If the first parameter is gelijk aan de tweede, it stores 1. Als het gelijk is aan. In the given third parameter, otherwise it stores 0. Like all instructions, the instruction needs to be support parameter mode. Oké, dat is helemaal prima. Normaal, na een instructie is klaar, the instruction pointer increased by the number of. However, if it's. To the indicator, the value is. And it's not automatically increased. Gefeliciteerd. For example, there are several programs that take one input, compare it to 8, and then. Using position mode, consider whether input is equal to 8, output 1. Okay. Geen idee wat dit doet, ik voer het gewoon uit. sounds like a software engineer. Waarom krijgt hij mijn input? Wait. For example, here are several programs that take one input, compare it to the value 8 and produce one output. 8. Out is 1. Equal to 8. Output is 1, anders niet. Nice. 7. 0. De less than. Ik zie niet wat er is veranderd, maar het zal wel. Is 1, perfect, ik denk dat ik hem heb. Hier is een jump test to take an input. If the input was 1. Ik zie nu de tijd, dus ik moet een klein beetje opschieten. Anders mis ik mijn Sinterklaasfeest die langskomt bij mijn papa en mama. Wat is het probleem?
15 snap je niet. Moet plus 1 een beetje mat? Het zijn wel beste deskundigen dat ik plus 1 moet doen. Plus 1. Plus 1. Here is some jump test that can take an input. Then the output 0. If the input was 1, Here is some jump test that take an input. Then output 0 if the input was 0 or 1 if the input was non-zero. Even kijken, wat was de jump command? Jump if true was 5. Oké, 6, ook goed. Zas. 3. Dus, neem een input, zet hem op 12. 6 is 12 de input. Ga dan door naar 15. We zijn dus weg met command 6. Ik ben heel benieuwd naar jouw resultaat. Hoe komt hij daar doorheen zonder... Ik zie wat er fout gaat. Dit moet 3 zijn, denk ik. En dit moet niet plus 1. Ik denk dat er fout ging. Oké, testen. 1 is 1. 0 is 0. Gefeliciteerd, Pokémon. Oké. Ietsjes groter getest. Helemaal mooi, jongens. Ik vind het wel leuk om af en toe zo'n ding op te slaan. Ask a single number. The program will then output 99. If the value is below 8 or 1000 as the input was equal to 8 or output 101 if the input is greater than 8. This time the test runs instructions to the... Zit er een enter in dit stuk? Of is het gewoon omdat... Oké, ik wou het zeggen. Ik vond het gewoon leuk om enters hier te plaatsen. Het, whatever. 8. 1000 als het 8 is. Oké, hij doet het. Helemaal mooi. What is your diagnostic code from system ID 5? This time we provide a 5th ID of the ship's thermal radiator controller. This is diagnostic based. This is, what is the diagnostic code for ID number 5? Ik moet zeggen, ik vind het een van de grappigere testen. 5. Ik krijg dit getal terug. This diagnostic test suit only outputs one number when the diagnostic code. What is the diagnostic code? Oh, de code is niet veranderd in de tijd. Oh. Toch nog gehaald vandaag. Gefeliciteerd iedereen die het vandaag hebben gehaald. Ik heb er
ding. Koen en Koen, gefeliciteerd nu alvast. Jullie hebben verdomd veel punten. Maar ik zeg voor nu, ik bedank voor jullie voor vandaag. En ik moet er vandoor. Ik zie dat het al laat is. Dus ik zeg voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Joejoe, bye bye. See you later. Aju.